Maar wacht even. Oh nee. Jingle bell, jingle bell. Nee, het is een sjaal. Een soort van bla 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 bla. Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik ben vandaag samen met Elise. Hallo. En die kennen jullie misschien al van onze collabs met de bullet journal video's. Maar dit keer hebben we gezellig ook echt daadwerkelijk afgesproken. We hebben net al een video opgenomen voor het kanaal van Elise. Waarbij we heel hectisch bezig waren. Er werd gegild. Er ging glitter alle kanten op. Dus als je ons in volledige stress wil zien, check de link in de beschrijving. Ik zal hem ook even hierboven linken. Het is in ieder geval een hele leuke DIY video. Maar de DIY's lukken niet helemaal. Voor mijn video gaan we in ieder geval wel een DIY doen die, als het goed is, gaat lukken. We hebben hier namelijk truien liggen. Het is natuurlijk bijna kerst. Oftewel, we gaan foute kersttruien maken. Amazing. We hebben vilt, we hebben bolletjes aan een slinger. We hebben gingerbread koekjes. Knopjes, ja. Daar ging het al weer. Knopjes overal. We hebben van alles hier liggen. Dus ja, wij gaan foute kersttruien maken. Gezellig kletsen ondertussen. Dus doe vast een duimpje omhoog. En dan gaan wij gaan beginnen voordat deze video een uur gaat duren. Ik ga beginnen met vilt. Leuk. Ik denk dat ik met jute ga beginnen. Ik heb een paar jute cirkeltjes waar ik iets mee wil doen. Je had een pen hier liggen. Klopt. Mag ik jouw pen nemen? Dit gaat er wat worden. Oh, kijk, dit past ook. IKEA hack. Hey. Ik heb toch wel de goede wit gepakt, hè? Niet de vieze wit. We hebben twee kleuren wit en de ene is wit. Oh ja. En de ander is echt een soort van vies. Wit, kijk. Echt zo'n vies geel kleurtje. Dit verschil. Weet je wel, dit is de vieze sneeuw en dit is de net nieuwe sneeuw. Waarom heb je überhaupt een potlood mee? Dacht je dat je tijd had om een schets te maken bij je vorige video? Ik weet ook niet wat ik dacht. Wat me bezielde. Ik dacht nog, misschien kan ik mooie letters maken of zo. Een beetje handlettering doen. Ja, want daar had je tijd voor. In 2 minuten. Nee. Het idee was leuk. Het idee was leuk. Dat was net op mijn glitteridee. Oh jongens, jullie moeten die video echt eventjes kijken. Als je ons wil zien struggelen, dan zou ik zeggen, dat ga je niet missen. Tot even, ik dacht eerst, dit is een hoofdje en dan maak ik hier oortjes van en dan hier weer een gewei van. Alleen ik dacht, het is ook leuk als je zeg maar een groot rendier en een klein rendier zeg maar zo hebt. Ja. Alleen dan hebben ze geen lichaam, is dat gek? Hebben ze geen lichaam? Is dat gedoogd? Het is gedoogd. Het is een foute kersttrui. Alles is gedoogd. Dat is ook. We kunnen er zelfs even gewoon lampjes doorheen doen. Het is een lichtslinger. Ja, dat is wel leuk. Kan wel. Ik word gek van het lampje dat ik continu op mijn borst zie. Ik weet niet of die dat disco in je op het doorkomt, maar kijk, dit glittert aan alle kanten. Foute kersttrui. Die hebben jullie ook kunnen zien in de Action Shop blog van laatst. Oh, ik heb nu 20 ideeën tegelijk, dus nu weet ik even niet meer wat ik moet doen. Waarom had ik van tevoren een beetje bedacht wat ik wilde? Dat is vet slim van jou. Ik ga eerst wel even dit erbij. Je hebt ook allemaal glitter op je hand. Dat zijn ze nu van. Maar ik zie dat niet. Nee, het is weer zoiets goud. Zo. Iets goud. Het is niet. Maar jij hebt helemaal geen gouden glitter gebruikt, of wel? Goud en paars. Oh ja. Dit is een beetje creepy. Vind je niet? Maar dan moest die lijm gaan drogen, hè? Dus dan kan ik het beter nu alvast lijmen. Ja, want het moest eerst even drogen voordat je het kan pakken. 2 tot 5 minuten moest die. Oké. Okay. Kijk helemaal, een soort belletjes. Dat is een soort kikkerdrillijm. Oh, die lijm stinkt. Ja? Moet je ruiken? Ik ruik nog niks. Be happy. Wow, ik ruik nu lijm ook ineens. Maar echt een soort... Ik wil hem eigenlijk helemaal daar leggen, dus ik vind het ruik. Zo'n okay. Combinatie van katten, pis of zo. Dat is inderdaad wel een beetje die geur, die beetje, kattenpis. Een beetje dat penetrante, zeg maar, ja. Oh, wat erg dit. Het ruikt weer naar kattenpis, omdat we lijm hebben gebruikt. Ik ben helemaal van mijn apropos. Wat ging je ook weer doen? Ik moest 2 tot 5 minuten drogen. En ik moest nog eventjes natuurlijk een hoedje hebben en ik moest nog wortel. Niks. Dit moet natuurlijk niet op de verkeerde plek zitten, zeg maar. Bedenk ik me ineens. Het is wel echt ideaal, hè, dat je dit als werk kan doen. Ik zou het best iedere dag willen doen. Gewoon voor je werk. Dit soort. Ja. Gewoon lekker lunchen, een beetje kletsen, een beetje videootje filmen. Nog wat meer kletsen, nog wat meer lunchen.
is echt bizar. Jij was hier om 1 uur. Zo gaat het met mij en Joyce ook altijd. Dat is op zich een goed teken, toch? Het is op zich een goed teken. Beetje katpis. Ja. Ik ben ook een beetje katpis gebruiken, want ik loop wel te knippen. Maar dit is natuurlijk ook vast. Van jouw schuld. Maar de lijm heeft tegenwoordig kattenpis. Nou, bij deze alvast. Sorry. Sorry, Bison. Sorry, Bison. Misschien moeten jullie overwegen je productnaam te veranderen in kattenpis. Kattenpis die textiel lijmt. Ik ga het ook proberen. Nou, ik heb nu al spijt, wat de geur betreft. Ach, die rook je toch al door mijn spullen. Ik ben wel denk ik een beetje dom geweest, want volgens mij gaat door Jute die lijn natuurlijk gewoon heen. Dat zou wel eens kunnen. Dat is niet zo slim, maar ja. Oké, wat is de voorkant? Want ik ga niet aan de achterkant dingen plakken, want dat zie ik mezelf ook al weer doen. Volgens mij heb ik daar iets te veel gebruikt. Het komt gewoon er doorheen. Dan ben ik echt heel bang dat dat bij de Jute ook gaat gebeuren, ja. Nou, tot nu toe jongens. Ik vind het wel schattig. Ik vind wel dat je mooie rondjes ook hebt gemaakt. Zou je met die wiepeloogjes ook moeten wachten met lijm en zo? Want het lijkt me wel schattig om echt van die wiepeloogjes hier op te doen. Ja, ja. Ik zou ze voor de zekerheid wel ook met die lijm. Ja, dat sowieso. Maar dan moet het dus ook even drogen. Ik denk het wel, ja. Jingle bell, jingle bell. Wat is jouw favoriete kerstbeetje dan? Ja, ik weet het niet. Ik vind er heel veel leuk. Maar welke kan echt niet missen? Rudolf. Rudolf kan niet missen. Vond ik nou ook. Ik denk, nou maak ik hem op niet vragen. Rudolf kan niet missen. Maar ik heb ook heel veel met gewoon Santa Baby en zo. Ja, precies. Ja. En Flappy kan ook niet missen. Ik luister geen enkel Nederlandstalig liedje behalve Flappy. Die kan niet missen. Oh my god. Kijk hoe die kijkt. Oh, dat is echt lief. Kijk je ook heel veel kerstfilms dan? Ja, nu dus wel. Ik ben dit jaar echt heel Netflix op lopen. Je ziet die lijm maar zo doorheen. Misschien dat je dat er nog af kan wassen. Hey, Roosje. Hallo. Roos komt ook maar eens kijken. Ondanks dat jij hier bent. Huh, dus dit is niet Mies? Nee. Oké, je had gelijk. Irina zei al van, je houdt ze waarschijnlijk niet uit elkaar. Nee, plakt aan mij. Leuk! Hij is wel echt cute. Hij kijkt echt heel erg lief. Dit verpest is die gelijk helemaal verpest. Heb je dat door? Heeft hij gewoon sociaal heel hoog zitten. Dan kan je hem er nog zeg maar omheen. Kijk, hij is echt creepy. Hij zegt zo, ik weet waar je woont. Hij is echt creepy. Een soort van iets, maar dan in de vorm van een simpel. En toch vind ik hem ook wel schattig nog steeds. Ja, ergens wel. Creepy smile. Kijk, dit is... Hoe is het tot nu toe geworden? Rudolf en mini Rudolf. Rudolf Jr. Volgens mij wel echt super schattig. Ik vind ook Home Alone. Die hoort ook bij kerst. Ja, dat wel. Maar ik heb hem wel te vaak al gezien. Het is wel een ontzettende cliché film ook, inderdaad. Ook gewoon omdat er 3 delen zijn of zo. Ja. En daarna is er nog een deel, maar dan is het ineens met een ander kind. Dat werkt niet. Niet meer leuk. Nee. Dat hoort er helemaal niet bij of zo. Wat vind je ervan als Rudolf een snor krijgt? Baby Rudolf ook vooral. Oh ja. Ik wilde vroeger altijd Annie kijken. Ja, ik heb hem dus nog nooit gezien. Nee? Nee. Wow. Daar begon mijn moeder laatst ook over. Ze zei van, dat is toch geen echte kerstfilm? Jawel! Oké, sorry. Ja, mijn moeder heeft hem dus vroeger te vaak gezien. Dus op een gegeven moment mocht ik hem nooit meer kijken. Mijn moeder heeft dat dus met Home Alone. Dat snap ik op zich ook wel. Die heeft dat met Home Alone. Maar Home Alone is natuurlijk iedere kerst. Mm-hmm. En het is op zich wel een keertje leuk, maar niet ieder jaar. Het is wel echt een film waar je inderdaad mee doodgegooid wordt. Ja, maar ook niet gewoon 1 keer. Nee, op weet ik hoeveel mensen. Ja. Je hebt denk ik in een jaar wel 5 keer de kans om die film te zien. Op tv. In 4 weken tijd, zeg maar. Ja. En dit is toch best leuk? Ja. Ik zei het ook echt alsof jij hebt gezegd dat het niet leuk was. Ja, maar dit is toch best leuk? En gewoon half beledigd. Ja. Van, zie je nou wel? Ik kan wel wat. Oh, ik heb je knopen. Shit. Sorry. Oh ja. Ja, je hebt mijn knopen heel mooi gemaakt. Ja, want jouw kanaal is echt bijna alleen maar DIY. Nou ja, tegenwoordig ook wel een beetje met de shoplos en zo. Ja. Want je wilt toch wel wat meer andere dingen doen. Ik weet het niet zo goed. Ik denk dat ik de balans inderdaad wel
toch wel leuk. Ja, ik heb dat ook hoor. Ik zou niet alleen maar beauty of alleen maar fashion of alleen maar bullet journal of... Nee. Ik zou dat niet kunnen. Gewoon zo, zeg maar. Nee. Dat is net met mijn blog. Ja, je moet eigenlijk een niche maken. Dus alleen beauty blog of alleen fashion blog. Dan denk ik van, maar ik heb het graag over reizen en over beauty. Ja, en over fashion en over... Ja. Zoveel breder. En ik snap wel dat het beter is als mensen weten wat ze kunnen verwachten. Maar ik wil ook gewoon schrijven wat ik leuk vind. Ja, precies. Dit zit helemaal niet. Ik zag bij de, wat was het, Zeeman. Dat zag ik met allemaal van die bolletjes. Maar dat was blijkbaar een soort slinger. Ik ga hem kapot knippen, want dat gaan we toch doen. Bij deze heb je geen kans meer om te redden. En ik heb geen zin om naast een draad te doen. Ga ik deze... Ja, ik dus ook niet. Daarom zit ik van die bolletjes opplakken. Maar ik wil ook niet dat je hem dan een keer... Dat hij dan draagt. Ga ik hem echt dragen? Want dan is het wel slim. Waar zat mijn begin? Ik had net een begin geknipt ergens. Ik heb er net bolletjes afgehaald. En toch? Verdwenen. Het is eigenlijk hetzelfde als als je de kerstboom gaat optuigen. En, dat je dan een lampje. Precies. Precies dat. Ik ga nog een keer knippen. Want ik heb geen zin om dit op de kaart te hebben. Ik ben denk ik gewoon eigenwijs en ga gewoon lijm doen op deze bolletjes. Ik ben gewoon liever lui dan moe. Tot nu toe vind ik het beide, lijkt het best wel goed te lukken eigenlijk. Zit er een lijm in mijn haar? Ga ik dit echt doen? Ik heb er ook helemaal geen zin in. Het is echt zo van, het is zoveel moeite. Dat is wat ik doe. Ik kan het ook gewoon zo meteen vastlijmen en dan zeg ik thuisje doen. Volgens mij is het wel goed dat ik de grootte heb gehaald. Want het is echt al een grote deel. Ik ben echt bang dat als ik dit ding ooit aan wil, dat echt alles er gelijk afvalt. Dat is weer dat geluid. Voel, dat ik associeer dat daarmee. Dit is hem tot nu toe. Ik vind hem echt cute. Hij mist nog wel iets. Zeg maar, jouw trui is completer. Daar gebeurt iets. Misschien moet je iets van dat lint zo hier doen of zo, langs die hals. Zoiets dacht ik. Oef. Hier een soort strikje of zo. Mijn trui moet drogen en ik denk dat hij dan klaar is. Nice. Ga je nu ook zo'n awkward moment dat ik hier vet zit te prutsen en dat jij zit te wachten en dat je dan zo pri, pri, pri. Wie weet. Hadden we al een thumbnail gemaakt? Nee, dat gingen we toch straks doen? Oh ja, als we, oh, ja precies, ja. Bla bla. Bla bla. Bla bla bla. Bla bla. Bla bla bla. Bla 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 bla. Ik voel een soort nieuwe kersthit. Bla 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 bla. Nou, ik denk dat dit hem dan ook wel is. Ongeveer. Sort of. Sort of. Gaan we dan de reveal doen? The big reveal. Nou, wisten ze die van mij al, maar dat maakt niet uit. En die van mij ook praktisch al. Maar kijk jongens. Dit Tada! Zijn ze. Dan ben jij gewoon niet meer zichtbaar. Waar ben ik? Ik vind ze wel leuk. Ze zijn ook echt heel anders. Ja, maar ze matchen ook. Oh, ze hebben nou lippenstift. Oh nee. Ze matchen wel, vind je niet? Ja. Ik zou dit wel dragen, allebei wel. Ik zou het wel dragen, maar ik ben bang dat het allemaal loslaat. Ja, dat ook. Bij jou valt het nog mee, want het filter zo blijft denk ik nog wel zitten, maar die bolletjes. Ik denk dat ik op een gegeven moment gewoon alleen maar die sneeuwpop overhoud. Ik zie ook eentje hier zo heel zielig. Het moet helemaal maar goed neerleggen inderdaad. Oh jongens. Het is wel geslaagd. Goed gedaan. Het is geen faal. Geen complete faalactie dit. Foute kersttrui gone wrong. Misschien moeten we ze volgend jaar nog fouter maken. Want ze zijn eigenlijk best lief. Ja, het zijn best leuk. Volgend jaar moeten we met lampjes en weet ik het wel doen. En misschien ook kleuren die niet kerst, zeg maar, dit soort kleurcombinaties bijvoorbeeld. Zo. Oh ja, ja, nog slechter. Ja, ja. Ja. Dit lijkt nu gewoon rood en groen, maar dit is, het is gewoon knalroze en een heel felgroen. Ja. Zit hier ook een van de plaatjes. Ja. Maar goed, laat even weten welke kersttrui jouw favoriet is en welke jij zou gaan dragen deze kerst. Misschien wel leuk om überhaupt te weten of jullie foute kersttruien dragen of dat jullie echt netjes gaan of ja, je gewoon goeie. Helemaal anders gaat. Of dat je een nette dag en een foute kersttruidendag. Ja, ik ga dus echt zo vaak gewoon lekker make-uploos en doe gewoon een kloffie naar het kerstdiner. Dat is gewoon normaal bij ons. Maar ga je lekker chill, gewoon gezellig. Ja, ja. Prima. En bij jou? Wij doen eigenlijk niet zo heel veel met kerst. Moet ik zeggen. Het is weer wat. Ja. Wel foute kersttrui, dat dan wel. Dat dan wel, ja. Maar goed. Ja. Kerstpyjama's trouwens. Daar oh, dat is wel heel dat leuk. Dat vind ik echt super leuk. Dat heb ik dan weer niet. Die moet ik nog hebben. Nee, ja, echt doen hoor. Dus, ja, ik denk dat dit de video was. Dus mocht je dit nou leuk hebben, doe natuurlijk dat duimpje omhoog. Neem een kijkje op het kanaal van Elise en bij een video op haar kanaal. Want geloof me,
Daar ga je wel lachen van. Het is een boeiende video. En dan willen we je bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet te abonneren, te liken en te doen. En tot de volgende video. Doei doei! Doei!